Waarom is dat gat? Daar gaat oma in. Maar oma Joyce is toch naar de zon? Ja, ze is in de hemel. Wat zit er in die kist? Oma's lijk. Wat is een lijk? Nu even stil, we gaan beginnen. Waarmee? Met begraven. Maar dan kan ze niet meer wegvliegen. Sst. Oma wou toch naar de zon? Ze is al weggevlogen. En nu mondje dicht. Om de buurt wordt er een schep zand op de kist gegooid. Niemand spreekt. Ook de kleintjes zijn stil. We horen vogels, veel vogels. Het is eind mei. Warm, zonnig. De nog geen 87-jarige staat er dicht op de rand. Haar kleine, kromme lijf buigt zich gevaarlijk diep boven de kuil waarin de van bananenboom gemaakte kist verdwijnt. Dan wordt de aangename stilte doorbroken. De oude vrouw schreeuwt. Als je maar niet denkt dat ik je nu al achterna kom. Ik ben nog lang niet van plan om dood te gaan. Joyce's dochters kijken geschrokken om naar degene die ruim 66 jaar geleden hun moeder heeft gebaard. Ik heb het hier nog veel te veel naar mijn zin, vervolgt de vrouw die tevens mijn moeder is, terwijl iemand, ik weet niet wie, haar bij de rand wegtrekt. Het is de Alzheimer die krijst. Mijn vader nam 8 jaar geleden een groot deel van mijn moeder mee de oven in. Sindsdien is ze steeds meer van de vrouw die Joyce, mij, Martin en Maurice ter wereld bracht, vergaan. Er is nog wel een lichaam. Meer lichaam zelfs, door te veel koekjes, te veel toetjes, te veel ijs en chocola. De zelfbeheersing leidt evenzeer als het deugdzaam denken en het geheugen onder de ophopingen van eiwitten en vezels in het brein dat ooit perfect functioneerde. De ongepolijste, egocentrische overlevingsdrang uit haar prille jeugd, die dankzij strenge koloniale opvoeding, strenge nonnenscholen, Jappenkamp en revolutietijd, leek te zijn gesublimeerd in een onuitputtelijke ijver om ervoor te zorgen dat haar 4 kinderen in Nederland goed terecht zouden komen, doet enkelen in de lach schieten. Mij niet. Sparta!